We zijn aangekomen bij toer 4 van de sjaal die we aan het haken zijn. En nu ga je stokjes maken. Je hebt net die driehoekjes gemaakt, zeg maar. Je bent begonnen met een stokje, een losse en dan die groepje van 4. En dan ga je in die ruimte tussen die 4 stokjes die je samen gehaakt hebt, hebben we 3 lossen gehaakt. Op die lossen gaan we nu 4 stokjes haken. Dus volg me maar mee. We gaan dus naar toer 4 en we beginnen met 2 lossen. 1 en 2 en draaien. Als je gedraaid bent, ga je eerst een stokje maken op de losse van de vorige toer. Een losse kan je zien, dat zit hier in die losse ruimte. Dat soort wiebertje wat je hier ziet, is de losse ruimte. Daar gaan we eerst een stokje in maken. Dus je gaat gewoon in die ruimte een draadje halen en dan je stokje maken. Dat is 1. Dan gaan we, deze steek hebben, hoeven we niks mee te doen. In deze losse ruimte gaan we 4 stokjes maken. Dus daar gaan we. Omslag. Gewoon onder dat draad door. En je gaat onder dat draad door 4 stokjes in die losse ruimte maken. Dus 2. Ook onder het draadje door van de losse ruimte. Dat is 2. Nog een keer. Dat is 3. En nog een keer. Dat is 4. Dus je hebt nu in die ruimte van de 3 lossen 4 stokjes gebouwd erbovenop. Deze steek van de 4 losse samengehaakt slaan we weer over. Je ziet het driehoekje hier, de ruimte waar je die 3 los hebt gemaakt. Dus je gaat omslag, in die ruimte een draadje halen en 4 stokjes in de volgende ruimte. Heel simpel, dus je kan het ook lekker zelf haken in je toer. Je mag ook met mij meehaken. Daar gaan we. In deze losse ruimte maken we er 1, 2, 3 en 4. Je slaat de steek over van je 4 samengehaakte steken. In de volgende losse ruimte ga je weer 4 stokjes maken. 1, 2, 3 en 4. In de volgende losse ruimte weer 4. 1, 2, 3 en 4. In de volgende losse ruimte 1, 2. Beetje wol pakken. 3 en 4. In de volgende ruimte 1, 2, 3 en 4. In de volgende 1. 2, 3 en 4. In de volgende 1, 2, een beetje voorpakken. 3. En 4. In de volgende 1, 2, 3 en 4. In de volgende 1. 2, 3 en 4 in de volgende 1, 2, 3 en 4 in de volgende 1,
2, 3. Beetje oppakken. En 4. In de volgende. 1. 2. 3. 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 En 4. En de volgende. 1. 2. 3. En 4. Je ziet dat het patroon eigenlijk heel simpel is. Het is continu het herhalen van een patroontje. Maar het geheel is zo ontzettend mooi. En het ziet er heel ingewikkeld uit. Maar als je nu ziet dat de ene dus 4 stokjes samenhaken is en 3 losse. En nu maak je weer in die losse je 4 stokjes. Ja, is het eigenlijk weer heel simpel. Dat is eigenlijk wel heel mooi van dit werkje. Terwijl als je het heel als geheel ziet en je bent een beginner, denk je echt, oh, hoe heeft ze dat nou weer gedaan? En aan het eind van deze sjaal ga je echt denken, nou, ik heb weer of tenminste iets geleerd, maar het is in ieder geval al met steken die je waarschijnlijk al kan. Of dat je denkt, nou, dat viel me eigenlijk wel hartstikke mee. Want het ziet er heel ingewikkeld uit, het patroon. Maar het is heel goed mee te haken, want ik ben zelf een haakster die pas 2 jaar haakt. Dus ja, ik zelf kan hem nu ook mee haken. Ik moest ondertussen even draad pakken, dus we kunnen weer verder. 2. 2. En 3. Ik zat op mijn eigen draad. En dat is 4. In de volgende. 1. 2. 3 en 4 en 1 en 2 en 3 en 4. We zijn er bijna. 1
2 en 3 en 4 en de volgende 1 en 2 en 3 en 4 1 2 3 en 4 volgende 1 2 3 en 4 en de volgende 1 2 3 en 4 en de volgende 1 en 2 en 3 en 4 de volgende 1 2 3 en 4 en de volgende, dit is nog de grote ruimte, dus daar gaan er nog 4 in. 1 2 3 en 4. En dan bij die laatste ruimte is het, kijk, je hebt hier hem samengehaakt. Hier had je 3 lossen plus 1 lossen. Dan is het de bedoeling dat we een stokje maken in de losse ruimte. Om die losse ruimte op te vullen. En een stokje in de 1, 2, derde steek. Dus je gaat hier aan de zijkant kijken. Je ziet 1, 2, 3 steken. En dan in die derde steek pak je dat ene lusje op en daar maak je je kantsteek in. Nog een extra stokje. En een kantsteek is, of een stokje of een vaste, een kantsteek is dat hij dus aan de zijkant een mooie rechte kant creëert. En we zijn hier met stokjes aan het haken, dus je maakt in die kantsteek een stokje. Dit was toer 4. Waarin je 4 stokjes hebt gemaakt in de ruimte die je net gecreëerd hebt met die 3 lossen. Ik zie je zometeen terug voor toer 5, de laatste toer die we vandaag gaan haken. Dus tot zo!